De lezingen van dit weekend brengen ons een paar sappige verhalen. De eerste lezing over koning David die het aanlegt met Batseba. En het evangelie vertelt ons over een vrouw met een niet fraai verleden die Jezus aanraakt en zijn voeten wast. Iets wat in die tijd eigenlijk helemaal niet kon. Nu zijn er mensen die smullen van dit soort sappige verhalen. Ik zou liever een moment willen stilstaan bij een paar hoofdrolspelers uit het evangelie. De eerste plaats is er die fariseer Simeon. Op zich blijkbaar een heel oprechte man. Alleen begaat hij één grote fout. Als hij naar die vrouw kijkt, dan ziet hij alleen maar haar verleden en daar pint hij haar op vast. Jezus kijkt ook naar die vrouw, maar met andere ogen. In plaats van haar verleden ziet hij vooral het heden. Hetgeen ze doet, in alle oprechtheid, heel welwillend, heel goed bedoeld. En hij ziet ook haar toekomst. Hoe die vrouw ernaar verlangt om van dat verleden wat ze meedraagt als een last bevrijd te worden. En dan is er nog die vrouw zelf, die direct ziet hetgeen Simeon niet gedaan heeft en Jezus voeten begint te wassen. Misschien kunt u wel zeggen dat ze in Jezus ook Gods barmhartigheid heeft gezien en daar een beroep op doet. Eén betrokken partij hebben we eigenlijk nog niet gehad, die kijken ook toe, en dat zijn wij zelf. Wij krijgen in de loop van ons leven ongetwijfeld te maken met mensen die we het liefst achter het behang willen plakken. Mensen met een onfris verleden, met een moeilijk karakter enzovoort. Hoe gaat je daarmee om? Met welke ogen kijkt je naar die mensen? Met die van Simeon, om doorheen de harde en soms vuile buitenkant die mensen hebben door te kunnen kijken, moeten we eigenlijk doen of in het achterhoofd houden hetgeen Antoine de Saint-Exupéry schrijft in zijn beroemde boek Le Petit Prince. Daarin zegt hij, de essentie van de dingen kunnen we niet zien met onze ogen. Het belangrijkste kunnen we alleen maar zien met ons hart.